Hey beste mensen, Ben van Essen hier van Ashton Music Academy. Hartstikke leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video in deze serie waarin ik je in 8 weken de basis van het gitaarspelen leer. De afgelopen weken heb ik al een paar leuke video's voor je gemaakt. Die kun je terugkijken als je die nog niet gezien hebt. Zo heb ik bijvoorbeeld een video waarin ik je uitleg wat voor soort gitaar je het beste kunt aanschaffen. Ook geef ik je mijn tips over welk model en welk merk en zo je dan het beste kunt kopen. Ook heb ik al een video gemaakt over de accessoires die je nodig hebt om te beginnen met gitaarspelen. En vandaag ga ik je laten zien hoe je gitaar kunt stemmen. Dus als jij uiteindelijk dan een gitaar besteld hebt of gekocht hebt in een winkel en je krijgt hem binnen, nou, dan is die hoogstwaarschijnlijk niet helemaal goed gestemd. En dan ga ik je laten zien hoe je dat wel kunt doen. Nou, in de video waarin ik het had over de accessoires die je nodig hebt voor het beginnen met gitaarspelen, heb ik je ook al laten zien dat je het beste een stemapparaatje kunt kopen. Nou, vandaag ga ik je het stemmen laten zien aan de hand van een app. Deze app heb ik hier bijvoorbeeld. Want dat is namelijk helemaal gratis. Dus ook wanneer jij geen stemapparaatje gekocht hebt, kun jij op deze manier wel jouw gitaar gaan stemmen. Dit is heel laagdrempelig. Nou, de app die ik gebruik, dat is de Fine Tuner app op de iPhone. Nogmaals, die ziet er zo uit. Die is gratis. Zoek even op Tuner app in je App Store. En dan vind je vanzelf wel een geschikte app. Nou, ik ga je laten zien hoe het werkt. Nou, je hebt 6 snaren op je gitaar als het goed is. Als je er meer of minder hebt, dan klopt dat niet helemaal. Maar die snaren die hebben allemaal een eigen naam, een eigen letter. En dat kun je het beste onthouden met een ezelsbruggetje. Die ga ik je vertellen, want de letters zijn namelijk E, A, D, G, B en nog een keer E. Dat is de hoge E-snaar. Dus E, A, D, G, B, E. Het ezelsbruggetje, wat je daarvoor kunt gebruiken om het te onthouden, dat is een aap die graag bananen eet. En dan is de eerste letter van die woorden de naam van die snaar. Ja, dus een aap die graag bananen eet. Het werkt bij kinderen heel goed om het op die manier te onthouden, maar bij volwassenen werkt het ook heel goed. Als je dit weet, dan vergeet je het nooit meer. Dus de eerste letter van de woorden is de naam van de snaar. Nou, die naam, die letter, dat is een toonhoogte, dat is een notenwaarde. En die hoogte, die moeten we dus goed stemmen. Want als het te laag of te hoog klinkt, dan klinkt het vals. Nou, een valse gitaar, daar wil je natuurlijk niet op spelen. Dus ik ga je laten zien hoe je het kunt stemmen. Allereerst, wat heel belangrijk is, is dat je pas gaat draaien aan je stemmechanieken. Dat zijn deze knopjes hier. Terwijl je luistert naar de hoogte van de snaar. Dus niet eerst spelen en dan draaien, want dan hoor je namelijk niet wat je doet. Als je speelt en dan gaat draaien, hoor je of die omhoog of omlaag gaat en hoeveel. Dat is heel belangrijk. Dus alleen draaien terwijl je luistert. Ja, ik wil dat je dat heel goed gaat onthouden. Want dat is de sleutel tot succesvol stemmen. Oké, okay, wat gaan we doen? Ik heb hier dus een stemapparaatje. En als ik een snaar aansla, dan zal ik eventjes niet doorheen praten, dan zie je dat die dat metertje gaat uitslaan. Kijk maar. Nou, als die groen knippert, dan is die zuiver. Nou, dus die is ongeveer goed. Nou, zo, ik hou de telefoon nu een beetje ver weg. Zo luistert hij niet heel precies. Maar hij zegt dat het allemaal goed gestemd is. Laat ik het nou eens eventjes iets dichterbij houden. Leg ik de telefoon even op mijn been. Dan kan ik het iets beter ook aflezen, het display. Want het metertje moet nou precies in het midden staan. Als hij te ver omhoog staat, is de snaar te hoog gestemd. Als hij te ver omlaag staat, is de snaar te laag gestemd. Dus wat ik ga doen, is ik ga hem een heel klein beetje bijstemmen. Terwijl ik luister naar de snaar, maak hele kleine bewegingen met die stemmechanieken. Dus ga niet in één keer een hele hoop omhoog draaien of een hele hoop omlaag. Want dat gaat niet werken. Dus ik hoef deze gitaar maar een heel klein beetje bij te stemmen.
En dan klinkt hij goed. Hoor je dat? Nu klinkt hij mooi zuiver. Dus dat is de manier waarop je het beste kunt stemmen als je een app gebruikt op je telefoon. Is dus kijk hoe ver dat wijzertje naar beneden of omhoog uitslaat. En kijk of de juiste letter erbij staat. Als het nou bijvoorbeeld, als die lage E-snaar zo laag gestemd is dat het een D is, dat erbij staat D. Of een D met zo'n hekje, dat noem je een dies. Dan betekent het dat die te laag is en dat die iets omhoog gedraaid moet worden. Dus ietsjes verder, totdat die klinkt als een E. Nou, dat kan even zoeken zijn in het begin. Dus als je daar vragen over hebt, laat het even hieronder weten in de reacties. Maar ik hoop dat dat helpt, dat je daar wat aan hebt. Als je hier nog meer over wil weten, als je sowieso wil beginnen met gitaarspelen en je hebt wat hulp nodig, dan heb ik een gitaarles startersgids. Dat is mijn bedankje voor jou voor het kijken van deze video tot het einde. Die kun je gratis downloaden. Daar staat precies in dus welke gitaar je nodig hebt, hoe je gitaar kunt stemmen. Ik leer je basisakkoorden, we gaan al een liedje spelen. Dus kortom, die hoort eigenlijk heel erg bij deze serie die ik deze weken voor je heb. En die kun je downloaden via ashtonmusicacademy.nl/start-met-gitaar. Dat is Ashton, A-S-H-T-O-N, musicacademy.nl/start-met-gitaar. Of klik even hieronder in de beschrijving op de link. En dan kun je hem gewoon gratis downloaden. Nou, vergeet verder niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Want de komende weken kom ik nog met een hele hoop nieuwe video's die heel interessant zijn weer voor je. En klik ook op dat duimpje omhoog. Want dan ziet YouTube weer dat je dit een leuke en interessante video vond. En dan laat hij het weer aan meer mensen zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je graag volgende week weer bij een nieuwe video. Ciao!